Terwijl de regering probeert de kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen, blijkt dat in bepaalde gevallen de steun nooit terechtkomt bij de desbetreffende personen. President Chandrika Prasad Santokhi sprak vandaag in de Nationale Assemblée over corruptieve handelingen die plaatsvinden bij de uitvoering van het sociaal welzijnsprogramma van de overheid. Het is volgens het staatshoofd belangrijk om te onderzoeken wat er binnen dit systeem misgaat. Ik heb vorige week groepen gehad bij mij, personen met een beperking. Personen die geholpen zijn om formulieren in te vullen, dat ze die steun moeten krijgen. Maar de voorzitter wil het niet geloven. Ze krijgen het nog niet. En er zijn er nu al incidenten al bekend, waarbij bij het invullen van bankgegevensnummer er een ander banknummer ingevuld wordt. Meneer voorzitter, mensen die anderen helpen, dat er nu al gegevens bekend zijn dat die sociale steun gestort wordt op rekening van bedrijven en andere personen. De president heeft verder aangegeven dat het resultaat van het kladonderzoek wordt afgewacht. Het resultaat zal dan ook in DNA worden gepresenteerd. En terwijl we al deze systemen brengen, al de tegemoetkomingen brengen, al die koopkrachtversterkende maatregelen brengen voor die groepen, zijn er kwaadaardige elementen. En zo maak ik van akkoord, meneer de voorzitter. Je begrijpt het. We gaan het aanpakken. We gaan het oplossen. De president zei dat diverse maatregelen zijn getroffen om de koopkracht te vergroten. Niet alleen voor de kwetsbare groepen, maar ook voor de ambtenaren en aan hen gelijkgestelden.